ben Chef van de Rijder van het IRS. En ik sta hier bij een proefveld van Coviso Smart Systeem in Vredepeel. Hierin wordt het Coviso WAN getest. Zeg maar het middel wat toegepast kan worden in ALS-tolerante bieten. En dit wordt getest in combinatie met andere middelen om te kijken naar de onkruidbestrijding, naar de bestrijding van het stuifdek en ook naar aardappelopslag. Hier staan we bij een onbehandeld veldje. Hierin is wel een specifiek grassenmiddel toegepast om het stuifdek op te ruimen. Aanwezige onkruiden zijn muur, perzikruid, melganzenvoet. Bezetting van onkruiden is matig, maar we kunnen wel duidelijk de verschillen zien tussen de behandelde veldjes en onbehandeld. In deze proef zijn aardappelen geplant om te kijken naar het effect van Coviso WAN op aardappelopslag. In elk veldje zijn twee rassen geplant, te weten Fontane en Hansa, van elk 5 planten. We kijken naar de effecten op loofontwikkeling en knollen. Coviso WAN werkt goed op het stuifdek. Het is daarom belangrijk om Coviso WAN niet te vroeg in te zetten, zodat het stuifdek zich volledig kan ontwikkelen, zodat er zo weinig mogelijk kans is op stuifschade van de bieten. In de praktijk wordt Coviso WAN toegepast in combinatie met bestaande middelen. Dit om de onkruidbestrijding te verbeteren en om resistentie van de onkruiden te voorkomen. Gezien de problematische herregistratie van diverse herbiciden in suikerbieten is het Coviso Smart Systeem mogelijk een alternatief.